Eerst even een stukje muziek van jou luisteren. Wat je aangekondigd hebt, je mag het aankondigen. Maar ik wil ook van jou weten waarom je dit nummer hebt gekozen. Nou, jaartje of 15, 16 was ik toen. En toen ging ik dus ook voor het eerst ging stappen. En dat was toen in de Blue Lagoon in Zwijndrecht. Met Sien Wulfs als uitsmijter? Dat zou goed kunnen, maar ik denk het niet meer. Ik denk dat... Mattie, ja. Net Studio De Wit achter de rug. Hoe is het voor jou om ineens van het ochtendprogramma naar een programma te gaan waar ook serieus gekletst wordt? Ja, ja, dat doen wij nooit, morgens. Nee. Nee, dat was heel leuk. En kijk, wat ik ook zei, dat is hier natuurlijk allemaal een beetje begonnen. En ik heb hier nog steeds een hele warme band met Dordrecht en ook met de radiozender. Dus want je bent begonnen bij Atos, hè? En toen de overstap naar Exact, wat later Drechtstad FM is geworden. Ja. Eigenlijk is dit toch een beetje de thuisronk. Ja, absoluut. Ja, maar zo voelt het ook. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe lang je weg bent of hoe lang je er niet geweest bent. Dat is meteen, is het goed en de sfeer is nog hetzelfde. En je merkt hier gewoon dat iedereen het leuk vindt en plezier heeft in wat ze hier aan het doen zijn. Dus dat is, ja, dat is prachtig. Mijn vader is gewoon altijd een rots in de branding geweest, een baken. En dat zal voor heel veel kinderen zo zijn. Dat ja, je vader en je moeder is toch echt, dus je houvast. Ja, op het moment dat dat wegvalt, is dat wel, dat wendt niet. Nee. Jij maakt in je leven meer uitersten door. Ja, dat klopt. Ja, ja, het is rumoerig geweest in mijn leven. Ja, ja, het is, ik bedoel, je was heel blij dat je vader werd. Ja. En heel Nederland heeft intensief meegeleefd inderdaad van ja, dat het ging gebeuren. Mm-hmm. Ik kreeg een prachtig t-shirt, hè, met, van Wietse. Ja. En dan worden de kinderen geboren en dan gaat het nog even heel moeilijk met de kinderen. Daar gaat het trouwens nu goed mee. Ja. Ja. En dan, ja, dan blijkt het niet jouw kinderen te zijn. Dat lijkt me voor een mens erg zwaar om erachter te komen. Ja, zeker. Ja, dat werkt gewoon heel erg ontregelend. En ja, wat ik ook al eerder heb aangegeven, dat is dat duurt even voordat je daar bovenop bent. En dat, daar raak je flink van in de war. Maar het gaat vandaag de dag gewoon goed. En de minder goede dagen zijn minder slecht. Dus je pakt de draad weer op en je gaat verder en dat moet ook wel. En het is fijn dat het nu gewoon allemaal in rustiger vaarwater zit.